Breda Nu. Hey, de herfst is weer begonnen. Ik ben Sam en dit is het weekoverzicht. Breda was weer op haar mooist tijdens de 11e editie van de Lichtsloepenparade. En dat was niet alleen door de prachtig verlichte bootjes, maar ook door de massale menigte die is komen kijken na dit evenement. De singles van Breda waren weer op haar mooist tijdens de 11e editie van de Lichtsloepenparade. Het publiek was massaal toegestroomd om de verlichte bootjes langs te zien varen. Irma de Hoon, jij bent betrokken bij de organisatie voor het eerste dit jaar. Ja, klopt, inderdaad. En ik ben vorig jaar erbij bijgekomen na afloop van de vorige editie. Ik ben zo enthousiast over dit evenement, wil ik gewoon graag een steentje bijdragen. Wie organiseert dit mooie spektakel nog meer? We zijn met een groep inmiddels van meer dan 10 mensen. Dus dan moet je weten dat de Lichtsloepenparade jarenlang door een heel enthousiast team van 4 personen is georganiseerd. Maar het wordt op een gegeven moment wel nodig om dat uit te breiden. Dus gelukkig zijn er wat enthousiaste mensen bijgekomen. 70 man doet er mee vandaag, dat is wel een spektakel, hè? Is altijd een spektakel, alleen er maar 20 mee. Het is gewoon leuk. Kijk, als je nou al ziet van hoe dat er nu al verlicht is, ja, dat is leuk. En direct als het donker is, dat is nog leuker. Goedenavond. Goedenavond. Jullie hebben een stevige boot uit de kast getrokken? Ja, letterlijk uit de kast. Kosten nog moeite gespaard? Zeker. Is je nog niet lek? Nog niet. Nee, maar we hebben nog een lange tocht te gaan, dus wie weet. To find. You're a beautiful sight in the sun. You can't put up a fight in the misty light. Jawohl, 22 september was het tijd voor het jaarlijkse Oktoberfest in het Bierreclamemuseum in Prinsenhagen. Natuurlijk konden de grote bierpullen en braadworsten niet ontbreken. Dus ja, Mike die moest natuurlijk wel even een kijkje nemen. Houdt u wel van Duitse muziek? Ja, erg. Ja, wat is uw favoriete Duitse nummer? Des Alte, Des Auer. Hoe gaat die? Ja, dat is met die trompet en... Doe eens een stukje. Ja, ik heb mijn trompet niet bij me, hè. Nou, wat me gelijk opvalt, u bent helemaal in de stijl vandaag. Helemaal, top, van top tot teen. Van top tot teen. Hier. Ja. Had u hem nog liggen? Ik heb langzamerhand de collectie opgebouwd en ja? Nu kan ik bijna helemaal. Mijn sokken zijn nog niet helemaal zoals het hoort. Hoe vind jij het hier vandaag bij het Oktoberfest? Nou, ik vind het hartstikke gezellig hier. En wat maakt het nou zo gezellig dan? Nou, de muziek en de mensen en de mensen die verkleed zijn. Ja? Ja. Jij bent niet verkleed. Nee, ik wist niet dat je verkleed mocht komen. Oh, zonde. Ja, helaas. Uw glas is bijna leeg. Ja, maar dat is niveau. Je moet weer bij gaan vullen. Dat is niveau. Maar jij hebt helemaal geen glas. Nee, dan moet je helemaal bij gaan vullen. Helemaal bij gaan vullen. Een nieuw glas halen. Ja, dat gaan we doen. Goed. En de dames zijn ook mooi verkleed, zie ik. Ja, die zijn eigenlijk, daar moet je eigenlijk naar kijken. Ja, ik ben maar... drijven, cameraman, laat eens zien. Kijk eens, prachtige outfits. Jullie vinden het ook leuk hier? Heel erg gezellig. Ja, zeker. We zijn hier op het Oktoberfest. En dan wil ik eigenlijk wel weten hoe je nou de beste braadworst kan klaarmaken. Ja, braaien. Braaien, ja. Gewoon heel simpel. Gewoon braaien. Kun je mij niet leren? Ja, ik kan het jou best wel leren hoor. Ja, nou, zullen we dat gaan doen? Dus je pakt de braadworst. Ja, je pakt de braadworst. En je legt hem erop. Ja. En dan geeft hij een beetje tijd. En dan draai je hem om. Rooster je het broodje. Knal je hem erop. Gooi je een beetje zuurkool, een beetje juin erop. Een beetje saus. En dan heb je een lekkere braadworst. Geniet u een beetje van de muziek? Ja, heel erg. Ja, ik vind het heel goed. Kunt u herkenbare liedjes ook? Heel goed. Jij nou? Heel goed. Zingt u ook mee? Ja, ja die kent. Ja, welke kent u zoal? Allemaal. Over jou. En hoe vindt het hier? De allereerste keer? Ja, ik vind het het sfeertje hebben van het Oktoberfest in Duitsland. Ja. Vooral met de lekkere biertjes. Dit is toch wel een Schots biertje wat ze in Schotland niet kennen. Welk voor biertje is het? Dit is een Goren Scots, maar ze kennen hem in Schotland niet. Maar hij wordt daar wel gemaakt. Oh, dat is vreemd. Dat is best vreemd, maar hij smaakt heel lekker. Hij smaakt een worstje, op broodje. Ja. Pak een beetje sauerkraut. Hè? Op, hoppa, bots. Wajuinen. Wajuinen, ja. Ja.
En we gaan scherpe mosterd doen, hè? Ja, doe maar. Scherpe mosterd, cameraman. Ja. Hoppa! Iedereen heeft het denk ik al meegekregen. De Hudson's Bay gaat ons alweer verlaten. Nou, erg treurig natuurlijk. Maar nu is natuurlijk de vraag, wat gaat er in de plaats komen van dat mega grote gebouw? Ja, onze verslaggever Willem die ging de straat op en vroeg het aan de Bredanaar. Heeft u misschien een advies welke winkel er nu moet komen of een voorkeur? Niet hetzelfde, want dit werkt niet. Wat moet er dan wel komen? Ja, dat is heel moeilijk. Het is een verschrikkelijk groot pand, dus er moet iets groots in of ze moeten het opdelen. V&D vroeger vond ik altijd wel een leuke winkel. Ik vond het wel jammer dat hij weg is gegaan. Dus eventueel een V&D? Ja, zoiets, ja. Ik mis een soort vrome V&D. Dat soort warenhuis zou fijn zijn. En waarom dan de V&D? Dat was een warenhuis waar je toch echt van alles kon vinden en dan wel betaalbaar. Een Bijenkorf, ja. Bijenkorf. En waarom dan de Bijenkorf? Omdat we nu voor een Bijenkorf vaak naar een andere stad gaan. Rotterdam. Dus okay. Hier een Bijenkorf zou wel een verbetering zijn. Heeft u eventueel een goede suggestie voor een andere winkel in die dat gebouw moet komen? Ik denk dat je er al veel beter jonge creatieve werkplaatsen van kan maken. Dat, voor jonge creatievelingen. Zodat hun daar creatief kunnen bezig zijn? Ja, precies. Want die grote winkels, dat wordt nooit meer wat. Kijk, de vroegere V&D, hè, dat trok veel mensen. Dat vond ik een leuke zaak. Ik denk iets laagdrempeliger. Hudson Bay is niet echt iets voor Bredanaars, volgens mij. En wat dan wel? Strakte, netjes, moet een beetje kunnen rommelen, een beetje kunnen zoeken. Ja, misschien de Primarkt. De Primarkt? Oké, en waarom de Primarkt? Ja, dat trekt ook heel veel mensen. En voor iedereen betaalbaar. Ja, ik denk toch iets, of alles gewoon heel laagdrempelig houden qua merken en qua prijzen. Of alles gewoon high-end. Maar ik denk dat er tussenin dat gewoon niet werkt. Ja, mijn V&D maar weer terug. Maar goed, dat zeggen waarschijnlijk veel mensen. Ja, daar heb ik altijd mijn draai kunnen vinden. En Hudson's Bay, nee, sorry. Ja. En waarom dan? Het doet zo goed in Tilburg. Je ziet het in Eindhoven ook. Ja. Het is altijd vol. Hier is nooit. Heeft u gehoord dat de Hudson Bay in Breda gaat sluiten? Ja. Heeft u eventueel een goede suggestie voor een andere winkel die erin moet komen? Nou, we hebben het toevallig net over gehad. Wij denken niet dat er echt een hele grote zaak is die daarin zou kunnen. Maar we stellen voor om het op te splitsen en een paar leuke, hippe winkels daarin te laten huren. Afbreken en een paar kleine, leuke winkels erin. Ja, ik zou graag de Bijenkorf terug willen zien. Bijenkorf terug? En waarom dan de Bijenkorf terug? Omdat dat iets toevoegt aan de stad. En hoe voegt dat iets toe aan de stad? Ik vind het een kwalitatief hele goede winkel. En die was er altijd al, weliswaar een babybijenkorf, zeg ik altijd. Maar liever een babybijenkorf dan geen bijenkorf. Dat was hem alweer voor deze week. Ik bedank jullie heel erg voor het kijken. En tot volgende week. Joehoe! Breda Nu.